mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we hebben net al bespreking gehad en zo, dus het is stiekem al wel na de lunch. Maar kijk eens wie hier allemaal zijn. Robby. Goedendag. Goedendag. Ja, en Jacques natuurlijk. Hey, Robby die heb ik gelijk aan het werk gezet daar. Ja, nee, hij heeft namelijk het een en ander getekend. Wat heb je allemaal getekend, Robby? Wat is dit? Hier ligt een mooie, hè? Het minutierek van de nashorn. En daar zitten een hoop kleine onderdeeltjes in die gesneden moeten worden. Dus we gaan dadelijk de plasmasnijder aanslingeren en dan gaan we die plaatjes snijden. Jij bent even wat gaatjes eruit aan het halen nou, want die zijn allemaal best wel kleine maat, allemaal 2 mm en zo. Dat worden niet zo'n mooie gaten. We hebben even gekeken of we misschien konden piercen. Maar dat wisten we zo niet direct. En toen zei Robin, ik gooi ze gewoon eruit, snijden we er gewoon de contouren en dan kunnen we de gaten gewoon boren. Komt het goed. Dus ik ga vast die plasmasnijder een beetje opstarten. Compressor aanzetten en zo. Dan kun jij deze ondertussen klaarmaken, dan kunnen ze daar snijden. Oh, ja, is een beetje stoffig al, hè. We hebben daar gisteren al best wel wat hout mee versnipperd. Het gaat snel. Dat gaan we binnenkort ook nog even laten zien in de video. Ik zag dat die wel in de aanbieding is nou, deze. Ja. Dat is echt leuk om mee te werken. Ja, we kunnen deze instellen hoor. Ik kan hem. Maakt mij niet uit. Ik kan die 3 mm tool aanmaken. Ja, waarschijnlijk ga je toch wel vaker 3 snijden. Ja, daarom. Laat hem gewoon maar aanmaken. Over de 2 mm in, dat klopt allemaal. Dat is goed zo. Ik heb hem even zo. Zie je 10? Ja, die moet ik gewoon zo opslaan. Oké. Okay. Nou, heeft hij hem gedaan. Dan moet ik hem nou eventjes. Deze even gebruiken. Even een plaat erin leggen. Kan ik daar mijn muis op leggen? Deze is al los, zie je die beugels? Die zijn er al af. Dat is een kwestie van deze van die slangen losmaken. Ja. En dan en daar ook, en dan kunnen we ze gewoon eraf halen. Okay. Dan kunnen ze groen gespoten worden. Ja. Mooi! Nee, vocht. Ja, dat ding heeft buiten gestaan. Hij zegt, hey, zie je hoe schoon die is? Oh. Ja, schoon gereden. Ja. Nee, helemaal netjes gewassen is hij. Ja joh, ja. Dat doe je nog niet eens met je eigen auto. Nee, dat klopt. Dat doet Mark altijd. En Mark heeft nou ook de tank gewassen. Lekker bezig Mark, ja, schat mij weer. Dat is een goede zaak, want ik wil hem zo snel mogelijk helemaal in kleur gaan zetten. Ja. Nou. Voordat hij weer stoffig is. Oh, dat is mooi. Zou ik mijn scooter ook meteen naast zetten? Dan kan is hij ook zandgeel? Nee, nog niet. Hij is zandwit. Ja, maar moet hij zandgeel bedoel ik? Nee, hij moet groen. Oh, groen? Ja. Ja, dat komt ook nog. Lege groen. Ja. Toch? Ja, ja, dat kan. Dan moet hem opschuren en dan daarna zetten ze groen spuiten. Kan wel hoor. Raadsel. Maar goed, maakt niet uit. We konden het lukt wel. Wel. Het lukt wel. We staan even te kijken naar een instructievideo van Pretec over hoe dat we de THC, de Torch Height Control, kunnen instellen. En ja, wat is dat nou? Wat hij eigenlijk doet, hij controleert of bestuurt de hoogte van de toorts, van de plasmasnijder. Want zoals je al eens gezien hebt, die loopt natuurlijk niet tegen het materiaal aan. Die loopt er net boven, terwijl die aan het snijden is. En die afstand is natuurlijk van belang voor de nauwkeurigheid van de snede. De tafel is aardig vlak, maar niet perfect vlak. Zoals je ziet, hier ligt onze plaat een beetje erboven. Terwijl die hier eigenlijk gelijk met de bak ligt. Nou, wat hij nu doet, we hebben die THC, die hebben wij nou losgekoppeld, die stekker. De toorts die gaat in het begin van de snede gaat die naar beneden. Dan voelt hij waar de plaat is. Dan vervolgens gaat hij naar boven en dan begint hij eigenlijk met zijn snede. En dan houdt het is het begin van de snede, maar goed, daar even terzijde. Dan bepaalt hij eigenlijk zijn hoogte en daar blijft hij op. Dus terwijl hij aan het snijden is, blijft hij de hele tijd die hoogte van 2 mm is dat. Die blijft hij dan eigenlijk aanhouden. Maar als die plaat niet vlak is, dan klopt die hoogte natuurlijk op een gegeven moment niet meer.
Sterker nog, hij loopt er op een gegeven moment ook hier gewoon tegenaan. Omdat hij hier ligt hij een stuk hoger dan daar. En hij begint hier met meten en dan gaat hij zo snijden. Daar zit dus een functie op dat hij die hoogte de hele tijd bijregelt. En dat doet hij eigenlijk door te meten het voltage geloof ik, van het snijden. En de voltage, dat is ook weer de hoogte is van invloed op het voltage wat die machine levert. Ik geloof het voltage, toch? Die voltage? Ja, ik gaf net wel voltage aan. Ja, hij meet het voltage. Die waarde die moet je dus instellen. Dus dat is specifiek voor de plaatdikte. We hebben nou een instructiefilmpje gekeken. Kunnen wij dat? Denken wij ook wel, eigenlijk. Ja? Denken we te kunnen. Ja, wij denken het te kunnen. Dus wat we nou moeten doen, we gaan eerst een proefsnede maken. Dus gaan we de tors ergens op de plaat zetten op 2 mm hoogte. En dan vervolgens laten we hem 10 cm snijden. Dan kijken we ondertussen wat het voltage is. Dat kunnen we dan instellen. En daarna dan kunnen we hem laten snijden en dan zou hij de hoogte moeten bijregelen. Laten we dan eerst beginnen met een object van... Waar gaan we de proefsnede doen? Dat is wel voornaam. Helemaal aan de rand ergens. Ja, en hij moet vlak zijn, de plaat daar. Gewoon hier zo. Ja. Goed. Nu nog niet, Robby. Nee, ik zou vast. Want we moeten hem eerst nog omlaag doen, want anders dan lukt dat niet meer. Dat is de Z is de Z-richting en dat is dit. Het zakken van de toorts. Zo, kijk. Dat is hem. Dan gaan we hem nu naar die 2 mm zetten. Moeten we iets hebben van 2 mm. Oké. Okay. Nou moet hij dus iets omhoog nog. Zet hem even naar increments. En dan 1. Zo. En nou zit hij te ver eraf, hè? Ja. Hoeveel zou hij naar beneden moeten? 0,2. We zullen een kleine stapjes naar beneden laten gaan. Dat is vast, hè? Ja, net niet. Maar dat is goed. Dan staat hij op 2 mm. Ja, dit is goed. Pakt hij? Ja. Hij snijdt helemaal niet door. Wel. Nee, ik heb geen voltage gezien. Oh. Doe niet. Moet dan hebben die THC moet aangekoppeld en de Z moet los. Weet je nog? Je hebt nu de Z is nou... Wat heeft hij de vonk naar boven geblazen? Ja, hij is er niet doorgegaan. Ik moet hem even langer de tijd even doorheen gevallen. De Z moet nu los. Is los en de THC zit erin. Ja, dan zouden we nu dus een proefsnede moeten doen. Ik heb de snelheid nog steeds zo staan, dus dat zou goed moeten zijn. Dan, zeg maar als je klaar bent. Even kijken, check. Oh, wacht even op. Eén moment, anders gaan we daar weer niet goed. Ik heb hem al aan staan. Yes? Ja. Hij gaat super snel, joh. Snap er niks van. Ja, nou hebben we 5 bar. Nou, laten we het nou nog een keer doen dan. Te reduceer zat ertussen. De druk was te laag. Nou, als het goed is moet het nou wel goed zijn. 5 mm hadden we hem al opgeschoven. Ja. Dan ga ik hem weer hier naar 100 zetten. Oké, daar komt hij dan. Ah, kijk, dat is een mooie snede. 2,85. Ja, dan moeten we hem daar... Tijdens het snijden, hè? Ja, en daar moeten we hem op instellen, want dat voltage daar gaat hij namelijk gebruiken om hem te regelen. Want zo gauw dat de voltage dan te laag wordt, dan is volgens mij de afstand te groot. Dus dan gaat hij naar beneden, wordt de voltage te hoog. Dan komt hij dichter naar de plaat, gaat hij omhoog. Volgens mij is dat een beetje hoe het werkt. Oké, okay. Nou. Ja, 200, dus alleen maar per plaatdikte en per materiaalsoort te doen. Ja, ja, inderdaad. Dus, maar als het goed is, want nou kunnen we dan deze aankoppelen. Oh wacht, moeten we eerst deze met de pijltoetje instellen, meen ik? Ja. Hij wil niet. Nee, ja, nou loop ik tegen het probleem waar ik vorige keer ook mee zat. Toen heb ik dat ook gedaan. En ik dacht, heb ik iets fout gedaan, maar probeer het maar. Doe maar met de pijltoets hem instellen op 284. Nou, we gaan dat eens proberen. 52 max. Ja. Hij kan niet hoger. Hij kan maar tot 250. En als je nou eens gewoon probeert op 250 hier nog zo'n stukje te snijden, dan zal die afstand anders zijn. Ja, mogelijk. Maar goed, het is goed. Maar ik weet niet of hij dat nou doet. Ja, we kunnen het proberen. Oké, ik ga Peter even bellen van Pretec. Even vragen wat wij verkeerd doen nou. Want... Laat ik dit dan weer, dat is allemaal ontvet. Oh ja, dat... Laat ik dit dan. Huh? Ja, natuurlijk ja, maar. Mooi schoon. Moet jij het schoonmaken? Ja? Helemaal bling bling.
Kuskos. Ja joh, krijg een bericht mij. Hi Milo, you might have seen that my website has been offline for a week now. Someone hacked it. Changed the administrator name, password and email address. Since then I've been working on putting it back online reliable. Dus that is the reason why I... Ja, wat een kletspraat. Ja of niet? Huh? I'll get back to you when we're finished with this. Putting more stress or pressure on... The video might be funny, but the death threats from random Dutch people are not, I must admit. You have a very engaged fandom. Maybe a lot more than you expected. Ja. Nou. Hij wordt hem heet onder zijn voeten, ja. Ik geloof van die website helemaal niks. Ik geloof het ook, ja. Wat een toeval. Wat een toeval, hè. Hij wordt gehackt op het moment dat wij... Ja, dat kan niet. Even kan niet krijgen. Zou ik zeggen, solve it and I will set things straight. Yes. Of zegt, nee, dat kan niet. Ik moet zeggen, when I see the pump arrive here, then we might set things straight. Of je moet blijven zeggen, of geld heeft... terug of pomp. Maar wij kunnen geen dingen rechtzetten voor hem, want hij heeft ook een heleboel andere mensen opgelicht. Je kunt een blikje rechtzetten. Ja, precies. Ja. Wat voor bier drinken ze daar ook weer in Polen? Zeker, Pivo. 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 Ja, dat is wel ik gewoon vind bier. Hem ook een Pivo. Het is gewoon Ivo met een P. Ja, ja. Een Pipo. Is het. Oké, de toort staat op 2 mm van het werkstuk. We hebben de snelheid hebben ingesteld op de optimale snijsnelheid. 100 mm en dan hem op increments gezet. Dus dan kunnen we, eigenlijk 10 cm loopt hij dan vooruit. Dan gaan we daar de toorts aanzetten en dan maken we een snede. En dan leest Robbie ondertussen daar de waarde af. Dan moeten we hem daarop instellen en dan zou het goed moeten zijn. Dus je had de Z had je al losgemaakt, hè? Ja, hij is klaar. Oké, zeg hem maar. Ja. Komt hij dan? Dat is wel gewoon een wereld van verschil. Ja, dat zal wel. Wat is die, wat is de waarde nou? 100 zoveel. Nee. 122. 122, ja mooi. Daar kunnen we hem op instellen. Ja. Nou, we hadden net dus de Z-as hadden we losgekoppeld, dus die bedient de toorts omhoog en omlaag. Toen hebben we dus die snede laten doen. Maar komt er daar op de display aan de zijkant van de kast, daar komt een bepaald voltage te staan. En dat is dus de optimale de voltage wat moet zijn tijdens het snijden. Nou, dan kun je daarna met de pijltoets kunnen we er gewoon instellen. Dan koppelen we de Z-as terug aan. En dan zou het nu moeten werken. Oké, dus... Laat het gaan proberen. Ik moet even de plaat positioneren wel. Even kijken of we het uiteinde daar moeten komen. Gewoon doen. Oké, ik ben benieuwd. Spannend. Gaat ie dan. Wat is dit belangrijkste op moeten? Fout zijn? Eigenlijk niet. Hij is 9 mm te breed. En ja, DXF klopt. Theoretisch moet die kloppen. Ja. Ja, we moeten het even uitpuzzelen hoe we dat met die verschaling kunnen oplossen. Nou, in ieder geval de hoogteinstellingen hebben we nou helemaal goed. Maar het is bijzonder. Ik heb het ooit een keer eerder met wat grotere onderdelen gemerkt dat er iets wat
verschil in zat. Alleen, ja, dat was nooit zo nauwkeurig. Dus, nee, ja, wat is 2% op een klein onderdeeltje? Ja, daarom, daar merk je niks van. Als je 10 centimeter is, ja, dat is 2 millimeter. Dat merk je eigenlijk niet echt. Ja, alleen nou is het 12. Ja, dat wordt een beetje te gek. Ja. Ja, dat is gewoon iets dat moet je kunnen instellen natuurlijk. Dus, maar goed, we moeten het gaan afsluiten. Het is een beetje een korte vlog vandaag. Ja, we hadden nog wat andere dingen te bespreken en zo. Komen we binnenkort allemaal wel op terug waarschijnlijk. En ja, dat eigenlijk. Ondertussen, Jacques heeft lekker doorgeschroefd. Ik heb het een en ander al lekker schoon gekregen, dus kijk, je kunt aan de spuit. Nou, wel vies maken met groene verf. Ja, precies. Je kunt het helemaal vuil maken met mos. Ha! Nou ja, zeg. Ja, tanks zijn schoon, groen, leidingen groen zijn schoon. Groen, schoon. Ik heb een groen hoor. Kijk. Ik heb alleen de bovenkant even schoon gedaan, de onderkant opnieuw. Oh ja, deze aan de bovenkant heb je ja, al... Ja, bovenkant heb ik al helemaal ontvet. Oh, super. Dus dat kan je al in de verf zetten. Ja, ah, mooi. Dan kunnen we dit aan de grond gaan maken. Spuitificeren, weet ik wel wat je wil doen. Nou, spuiten. Oh, spuitificeren, ja. Oké. Okay. Ja, wat mooie klusjes liggen voor de type 69. Maar ik wil nou eerst even de focus houden op het echt dat buitenkant optisch werk. Ja. Omdat die nou zo mooi schoon is ook. Ja. Dus kunnen we mooi alles spuiten. Lekker afmaken. Precies, want daarna maakt het ook niet zoveel meer uit. Kijk, als het allemaal vies wordt en beschadigd en zo, dan kunnen we hier en daar gewoon echt op de authentieke Irokese manier met een bokkenpootje weer wat bijwerken en zo. Dat is goed. Het is een tank natuurlijk, dus dat mag daar. Hey. En dat zie je. Stickers. Oh, hij heeft het goed schoongemaakt. Tja, ja. Ja, dat is goed zuiver gemaakt. Ja, precies. Hij heeft er wel een clean base sticker tussen. Ja, verdorie, hè. Ja. Ja, en ondertussen wel bericht uit Polen, hè? Wat vind je? Ja. Ja. Wij gaan naar Polen toe. Wij gaan naar Polen toe. Ja, wie weet, zou het wel zomaar kunnen. Ja, ik ben benieuwd. Maar hij is er niet helemaal uit de lucht. Ik denk, nee. Nou hoor ik er niks meer van. Nou is hij zo boos. Nou, maar, hij is zo het op spek getrapt, maar nee. Ja, ik ben benieuwd. We gaan het zien. Ja, kost hem toch wel klanten zo. Ja, inderdaad. Maar... als ik me heb vergist in hem en hij gaat het recht zetten, dan ga ik het vertellen aan jullie en dan laat ik het weten. Sowieso. Ja. Daar ben ik dan ook wel ver genoeg voor. En dan knippen we zelfs het stuk uit de video eruit. Want we hebben een vlog klaarstaan waar het stuk uit is, Evo. Dus we hebben het stuk waarin wij dus de status vertellen over de brandstofpomp. Dat hebben wij dat hebben we staan. Dat kunnen we weghalen als je het netjes recht zet. Maar dat is wel even de dingen. Tikken ja. Dus Gregor, het depends on you. Eerst zien dan geloven. Ja. Oh, ja toch? Ja. Ja, wat moet ik er verder nog aan toevoegen eigenlijk? Niks. Nee, daarom. Bier. We gaan lekker een pilsje drinken. Het is mooi geweest. Het is natuurlijk vrijdagmiddag. We gaan dadelijk live. Dat wordt gezellig. Gaan we even de week doorspreken met de Patreons. Dat zat er leuk. Pilsje erbij. Genieten. Hey, en wanneer ben je weer van de partij rond trouwens? Even kijken hoe het uitkomt. Ja, ja, het is wel... We hebben nog wat snijwerk. Er is wel een paar dingetjes te snijden, maar we moeten wel even die instelling goed hebben. Dat is wel... Nou goed, dan hoor ik nog wel van jou en dan spreken we af. Nou ja, ik heb Peter daar straks gebeld. Ik verwacht hem eigenlijk misschien straks nog wat te horen. En ik denk dat echt het gewoon echt een ding is van kalibreren ofzo. Ja. Dus ik denk dat het heel simpel is, maar... dat kan goed zijn. Ja, ik ben heel benieuwd. Het zou best wel eens kunnen dat dan die dan ook meteen wat nauwkeuriger is. Ook met die rondingen ook en zo. Misschien dat daar ook wel iets mee te maken heeft. Ja. Nou ja. Ja, er zijn veel dingetjes waar je mee kan puzzelen en zo. Maar we zijn vandaag weer een stukje verder gekomen met die hoogteinstelling en zo. Dat werkt nou goed. Dus dat is mooi. Dat is wel goed. Want anders had die plaat sowieso niet kunnen snijden. Er is een gebogen plaat erop ligt, hij loopt er gewoon ongelooflijk tegenaan. Kleine onderdeeltjes iedere keer opnieuw instellen, maar het onderdeel naar een probleem. Nou, kleine onderdelen stelt hij zelf in, want dan aan het begin van elke snede, dan gaat hij eerst naar beneden, dan loopt hij tegen het werkstuk aan, dan gaat hij naar boven, dan gaat hij op de piershoogte, dan begint hij te snijden, dan zakt hij naar het werkstuk toe, tot hij 2 mm heeft eigenlijk, en dan begint hij eigenlijk gewoon te snijden. Ja. En dan regelt hij hem dan bij aan de hand van een voltage. Ja, maar onderdeel nu. Ja, maar als je de stekker eruit haalt van THC, dan regelt hij hem niet bij. Dus dan meet hij hem één keer.
dan gaat hij naar de 2 mm hoogte voor dat specifieke punt. Ja. Maar als hij dan wat snijden is en die plaat ligt gebogen, dan, ja. Ja, dan loopt hij er tegenaan of te verder af. Voor kleine onderdelen is dat voldoende. Ja, dus meestal we snijden meestal van die kleine flensjes en zo. Dus even kijken. Ietsjes groter. Ah, hij belt me net terug. Nou. Gelijk oppakken. Hey Peter, nog net op de valreep. Nou, dat was Peter. Ja, we kunnen het dus gewoon kalibreren en instellen. Het moet niet te moeilijk zijn. Maar Peter die moest toch nog een keer langskomen om de machine even te bekijken. Een beetje onderhoud en even de boel bespreken. En dan kan hij het zelf gelijk doen. En nu gaan we een pils drinken. Ja, dus, bier! Ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Hey, bier! Bier drinken! Bier drinken! Bier drinken! Doei!